Het Surinaamse Rode Kruis SRK heeft vanmorgen de Fitti Abitti tekenwedstrijd georganiseerd. De tekenwedstrijd is simultaan gehouden in 3 resorten, te weten Latour, Lelydorp en Welgelegen. We brachten een bezoek aan de OS Hockeystraat te Latour. Het thema van de tekenwedstrijd was Fitti Abitti, voorkom dengue, Zika en chikungunya. Volgens Santusha Slijngaard, field officer van het SRK, is de tekenwedstrijd een onderdeel van 2 projecten van het Internationale Rode Kruis. Deze projecten hebben als doel kinderen bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving. Er zijn verschillende doelgroepen binnen de projecten. De kinderen zijn één van ze. Dan heb je daarna ook de zwangere vrouwen, de vrouwen van de, met reproductieve leeftijden, dus de vrouwen die al zwanger kunnen raken of ja, seksueel actief. We hebben de oudere mensen en we hebben gewoon de general public. En ja, het hoofde van de doelgroepen, de verschillende doelgroepen, hebben dus de kinderen ook de keer gekozen om dan een tekenwedstrijd te doen, om ze ook zo op creatieve manier of interactieve manier de verschillende boodschappen mee te geven over het voorkomen van muggenbroedplaatsen. We hebben ze een week terug, denk ik, informatie gegeven via een infosessie te Stubila. Waarbij ze dus informatie hebben gekregen over het thema. Over hoe ze dus muggenbroedplaatsen kunnen tegengaan en hoe, hoe zij denken dat ze dat kunnen doen. En juist dat gedeelte, hoe zij denken dat ze het kunnen doen, moeten ze dus op papier voor ons zetten. Middels een tekening. En dat gebeurt dus vandaag. Slijngaard zegt dat de tekenwedstrijd voordelen heeft voor zowel de leerlingen als voor de school. Voor de leerlingen zijn 3 prijzen. Er zijn 3 schoolpakketten. Eentje ter waarde van 1000 SRD, eentje ter waarde van 750 SRD en eentje ter waarde van 500 SRD. Dat krijgen ze dus bij de uitreiking mee. De uitreiking is 1 mei. Ik denk dat het 24 mei wordt voor Latour, want we doen het in 3 gebieden. Latour, Lelydorp en Welgelegen. En het gebeurt nu simultaan. Maar ik denk dat de uitreiking voor Latour houdt me nog ten goede. De datum moet nog even goed vastgesteld worden. Maar de ouders worden ook op tijdig op de hoogte gesteld, de scholen ook. Dus ze winnen 3 prijzen. Het zijn 3 prijzen die ze kunnen winnen. Eerste, tweede en derde plaats. En de school, de scholen met de winnende studenten of de winnende leerling, krijgt dus de mogelijkheid om de winnende tekening dus op hun school, op een muur waar ze aangeven, te laten schilderen. Om een beetje verfraaiing. De scholen zijn gekozen aan de hand van de gebieden waarin we werken. We hebben de geloofsscholen gekozen. En kinderen, leerlingen tussen de leeftijd 9 en 12 jaar. Dus het is de 4e tot de 6e klas, als ik het goed heb. Ja, het zijn ook, misschien ook kinderen in de 3e klas, ik weet niet zeker. Maar meestal de leeftijd is dan 4e tot 6e klas. En we hebben deze 3 gebieden gekozen. Omdat uit het onderzoek dat we voorheen hebben gedaan, blijkt dat uit deze 3 gebieden de meeste broedplaatsen voorkomen. Vandaar dat het ook zo is gekozen. Santusha Slijngaard, field officer van het Surinaamse Rode Kruis. Ze sprak vanmorgen tijdens de Fitti Abitti tekenwedstrijd die in 3 resorten is gehouden. De uitslag van de wedstrijd wordt later deze maand bekendgemaakt.